verkeerscirculatieplan dat een einde moest maken. De ideeën van de ontwerper zijn thans uitgemond in... In deze grote procent besteedt hij van ons aandacht... Het pakken van de stenen gaat op deze bedrijfjes in feite nog precies. Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom bij Gewest Noord met daarin vanavond drie filmpjes. In omgekeerde volgorde van uitzending, we sluiten af met een verslag van de grote hoeveelheid huwelijken die in december 1968 werden afgesloten in de stad Groningen. Waarom was dat eigenlijk zo populair, trouwen in december 68? Daarvoor de lancering van het plan om de vesting Bourtange te reconstrueren. Maar we beginnen met watervervuiling in Oost-Groningen. Als je vandaag de dag langs een Oost-Gronings kanaaltje staat, zoals hier bijvoorbeeld bij Kiel-Windeweer, dan ligt het er prachtig bij en kun je je niet meer voorstellen hoe zo'n toestand dat was in de jaren 50-60. Toen werd al het afvalwater, inclusief dat van de industrie, ongezuiverd op het kanaal geloosd. En dat was een verschrikkelijke bende. De stank was niet te harde. Gelukkig was er een oplossing in zicht. In de provincie Groningen wordt sinds jaar en dag geklaagd over de vervuiling van de kanalen door de fabrieken. Het hele jaar door lozen strookkartonfabrieken hun omvangrijke hoeveelheid afval regelrecht op het openbare water, dat daardoor meestal een walgelijke geur verspreidt. In deze tijd van het jaar komt daar dan nog het vuil van aardappelmeel en suikerfabrieken bij. Al dat afval koekt op de waterspiegel aan tot een dikke laag waarop al het andere vuil blijft liggen en waarop de jeugd bij langdurige droogte zelfs probeert te lopen. Op de plaatsen waar aardappelmeelfabrieken hun afvalwater lozen ontstaat vaak een sneeuwachtige massa die soms huizenhoog kan worden. Hier en daar probeert men dat met behulp van sproeiinstallaties tegen te gaan. De bevolking van de streek heeft zich van oudsher min of meer met de situatie verzoend. Vroeger waren het vuile water en de stank synoniem met bedrijvigheid, werkgelegenheid en dus met welvaart. Hoe meer stank, des te beter hebben we het, zei men hier vroeger. Tegenwoordig denkt men er anders over. Ik kan hier voor de raam kan ik helemaal niet open hebben. Van als ik s'morgens opkom en de raam is op, dan kan ik in de kamer niet wezen van stank. Vind ik verschrikkelijk, die stank hier. Als je bezoek krijgt uit Groningen, dan zeggen ze, heb je de koffie klaar? Want je hebt een vlies op de tong. Zo erg is het wel. Dat stinkt en dat doet. En als je nou bijvoorbeeld een onweer bij hebt of anders iets, dan kan je thuis niet wezen. Koperpoetsen hoef je niet te doen, want, en zilver niet, want het is direct weer vuil. Eén dag is het netjes en de tweede dag dan kan je al niet meer zien dat het gebeurd is. Ons jammer lezen in het water door en was het net zoals middag aan het zwingen. Als de kinderen als die er gewoon in komen, dan is dat niks. Maar als ze zo met dit vieze water als ze erin komen, nou, dan krijgen ze ziekte van. Ondervindt u er persoonlijk wel eens hinder van? Ja, ook dat met bloempotten voor de ramen, van die koperen bloempotten heb je altijd aanslag op. En ook met de verf, daar wordt ook helemaal zwart. De verf niet alleen, als je nou het lakverf neemt, maar ook muurverf. Om de mate van vervuiling van het water in de gaten te houden, worden er regelmatig steekproeven genomen. Dat gebeurt door medewerkers van het Rijksinstituut voor Zuivering van het Afvalwater. Dit instituut heeft in de Groningse Sappermeer een permanente nederzetting van waaruit de kanalen regelmatig worden bemonsterd. De onderzoeken van het RISA hebben in de achterliggende jaren aangetoond dat het Groninger kanaalwater het allervuilste van het hele land mag worden genoemd. De mate van vervuiling wordt uitgedrukt in inwonerequivalenten. Een gebied als de Groninger Veenkolonie met ongeveer 125.000 inwoners mag evenveel equivalenten vuil hebben. Maar het zijn er tussen de 12 en 15 miljoen. Het is duidelijk dat er iets aan het probleem gedaan moet worden. We spraken daarover met een van Groningens gedeputeerden, meester J.J. Prins. Meneer Prins, wat doet het provinciaal bestuur van Groningen tegen al dit vuile water? Ja, meneer Van der Veen, het provinciaal bestuur, dat wil zeggen het college van gedeputeerde staten, heeft in 1956 een provinciale commissie ingesteld om dit vraagstuk te bestuderen en voorstellen te doen om tot een oplossing te komen. Wat zijn de resultaten van het werk van die commissie, meneer Prins? De resultaten die moet ik eigenlijk in twee onderscheiden. Wij hebben namelijk hier in de provincie Groningen twee gebieden die voor de afvoer in aanmerking komen. Namelijk het westelijk deel van de provincie, dan denk ik aan het gebied Hoogkerk. En het oostelijk gedeelte waar ik bijzonder denk aan de Veenkolonie, plus een gedeelte van het Drentse gebied. Wat het gebied Hoogkerk betreft is het de bedoeling om door een persleiding het vuile water af te voeren naar de Waddenzee. Wat het gebied
Venkelo in je betreft ligt het in de bedoeling om dit via een persleiding af te voeren naar de Eems. De buizen waarlangs straks het Groningen afvalwater naar zee zal worden gevoerd, liggen al in het land gereed. De eerste persleiding zal over 3 jaar in bedrijf zijn. Over de financiering van de tweede leiding wordt nog druk onderhandeld met de industrie. Vast staat wel dat de fabrieken de afvoer van hun vuil straks per kubieke meter zullen moeten gaan betalen. Het is wel zo, vind ik, dat de bijdrage die de industrie zou moeten leveren, dat die toch wel van een bescheiden aard moeten blijven. Het is een zware belasting voor vele van onze bedrijven dat wij het water wat we voorheen vrijelijk zo op de wateren kwijt konden, dat we daar nu via een afvalwaterleiding een behoorlijke bijdrage aan moeten gaan betalen. Dat is wel degelijk een belasting voor onze bedrijven. Maar de industrieën zijn aan de andere kant de veroorzaker van het kwaad. Uiteraard. Alleen wij hebben dus zolang we bestaan altijd de vrijheid gehad om het water wat we vervuilden dan gewoon maar vrij op de openbare wateren te lozen. Nou, wij moeten even wennen aan de gedachte dat het voortaan niet meer zou kunnen. De vesting Bourtang is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Groningen, maar slechts weinig bezoekers zullen zich realiseren dat het grotendeels een reconstructie is. In 1968, het jaar waarin het volgende filmpje werd gemaakt, stond er hier vrijwel niets meer overeind. In het oosten van de provincie Groningen, niet ver van Winschoten, ligt het dorpje Bourtangen. Het telt ruim 600 inwoners. Evenals in zoveel andere dorpen op het langzaam maar zeker ontvolkende platteland, loopt ook het inwonertal van Bourtangen gestaag terug. Zo sterk zelfs dat enkele jaren geleden de toekomst van Bourtangen in een rapport uitermate somber werd genoemd. Het gemeentebestuur van Vlagtwedde, waaronder Bourtangen valt, heeft zich door een werkgroep van deskundigen laten adviseren over de ontwikkelingsmogelijkheden van het dorp. Het advies is neergelegd in dit rapport en bevat de suggestie de voormalige vesting Bourtangen te reconstrueren. Want dat is de andere kant van Bourtangen, een uit de 16e eeuw daterende vesting waaraan de straatnaambordjes in het dorp nog herinneren. Centrum van de voormalige vesting is dit pleintje waarvan de sfeer niet in de laatste plaats bepaald wordt door een fraai plaveisel van keien. Op dit pleintje komt een zevental nauwe straatjes uit, waardoor het vroeger mogelijk was eventuele binnendringers in de vesting onmiddellijk op te merken. Vanuit de lucht is de stervorm van Bourtangen nog het duidelijkst te herkennen. Het voorstel van de werkgroep komt erop neer de vesting in zijn oude staat te herstellen en als zodanig voor bezichtiging door het publiek open te stellen. Burgemeester Loopstra van Vlagtwedde. Hier ronddwalende kwam de sfeer daarop je af. En ieder zei ja, op zichzelf moet je het Bourtangen misschien wel afschrijven, maar is dat wel goed, hè? Ja. Neemt men dat ons later niet verschrikkelijk kwalijk? Op die vragen wilde u dus gewoon een antwoord hebben, zeg gewoon maar. Gewoon een antwoord hebben. En dat antwoord is nu gekomen in de vorm van dit rapport. Waar komt het, de inhoud van het rapport in grote lijnen op neer? Gemeentebestuur gaat de vesting reconstrueren in de oude vorm. Zorg wel met handhaving van de oude contouren dat de vesting modern bewoonbaar is. Dan krijgt u een bijzonder aantrekkelijk recreatiesteunpunt in Westerwolde. In een keten van evenementen. Dan kan waarschijnlijk Bourtangen als leefbaar kerntje blijven bestaan. Maar bovendien bewijst u dan aan het nageslacht de grote dienst dat een zo unieke vesting wordt behouden. Ja, maar is het behoud van deze vesting niet ontzettend moeilijk? Er is vrij weinig gewoon wat aan de situatie van toen herinnerde. Er is misschien vrij weinig ook bewaard gebleven.
Er is nog wel wat bewaard gebleven. Het plein waarop we staan is het plein van vroeger. En ook de straatjes die daarop uitkomen zijn nog geheel authentiek. Ja, maar overigens is er natuurlijk weinig zeker van het omliggende werk. Is het niet ontzettend moeilijk om dat helemaal te reconstrueren met behoud dus van een groot deel van de bebouwing die er dus op dit moment staat? Ja, dat zal bijzonder moeilijk zijn. Maar voor moeilijkheid moet je natuurlijk niet uit de weg gaan. Nee, maar betekent het tegelijk niet dat het verschrikkelijk veel geld moet kosten? Is er een raming? Het kost verschrikkelijk veel geld. De kosten worden geraamd op 5 miljoen gulden. Is er enig uitzicht, burgemeester, dat het geld op korte termijn op tafel komt? Niet op korte termijn, dat zal heel geleidelijk gaan. Maar heeft het gemeentebestuur gewoon de verwachting, de wettige verwachting, dat binnen een zekere tijdstermijn dat geld ter beschikking komt? Dat dacht ik wel. Boutang is aangewezen tot beschermd opzicht en dat heeft consequenties, dachten wij. En van die sombere toekomst die men voorspelde voor Boertang in Oost-Groningen, daar is 40, 50 jaar later ook eigenlijk niks van terechtgekomen. En over het slagen van dit plan, daar was men redelijk sceptisch over. Van 5 miljoen, dat was toch wel een hoog bedrag. Nou, dat is er wel gekomen. Zo ziet u maar hoe moeilijk voorspellen is. We sluiten dit keer af met een filmpje uit december 1968. Toen trouwden er opeens heel veel mensen in het stadhuis van Groningen. Was het liefde of was er, wie bent tenslotte zuinige grunnigers, ook iets anders aan de hand? Neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week. En we gaan eruit met de huiskamervraag. En die luidt. Je gaat in 1968 naar het stadhuis en je interviewt daar 4, 5 bruidsparen. Bruidsparen, mannetjes en vrouwtjes. Wie van de twee geeft er dan antwoord? En wie staat er voor spek en bonen bij? Ik wil u vragen, is het nu erg veel drukker in de decembermaand van dit jaar dan in andere jaren? Ja, we zijn weer behoorlijk omhoog gegaan vergeleken bij het vorig jaar. We hebben er nu dus zo'n 263, geloof ik. En vorig jaar waren er 221. In één maand? In één maand, in de maand december, ja. Elk jaar loopt er op het ogenblik op. Het jaar daarvoor waren er zo'n 190 en daarvoor 160 ongeveer. Dus er zit wel een stijgende tendens in. En hoeveel heeft u nu, zeg maar, in een normale maand, in een normale stille maand? Nou, dat ligt zo om de 120, 130 per maand. Ja, heeft u enige verklaring voor die extra drukte in de huwelijken dit jaar? Ja, men heeft hier natuurlijk wel een combinatie, hè, van factoren. Eerst de kerstdagen, dan oude nieuwjaar. Uiterlijke feestdagen achter elkaar natuurlijk. Met daarnaast vrije dagen die eraan gekoppeld worden. Die dus gemakkelijk maken voor de mensen om hetzij op bezoek te gaan of te komen bij hun, bij de bruidsparen. En dan ja, misschien ook wel die kwestie van de belasting die een beetje meespeelt. Ja. Neem ik wel aan. Laat ik mogen beginnen met u in de eerste plaats van harte geluk te wensen met dit kerstverse huwelijk. Heeft voor u een bijzondere reden gegolden om dit huwelijk uitgerekend nog in de decembermaand te sluiten? Ja, het was ons bekend dat we belastinggeld terug zouden krijgen, al zijnde het hele jaar door getrouwd. En dit was een belangrijk punt om toch even in december nog te trouwen. Je krijgt, ik weet niet hoeveel het scheelt, maar het scheelt aanmerkelijk en je kunt het voor niets meenemen. Ten eerste omdat we veel van elkaar houden natuurlijk en ook op het oog met de belasting. Met oog ook op de belasting? Ja. Wat is nu het voordeel dat u daaruit trekt? Nou, het voordeel dat wij een zeker bedrag terugkrijgen. Nou, wij hadden een woning gekregen en hebben direct de datum vastgezet voor het huwelijk. Oh, ja. Maar helaas, de huurbaas wil ons niet in die woning hebben. Nou, en dan hebben we geen woning en dan gaan we zo lang bij ons schoon liggen. Juist, maar toch wel gaan trouwen vandaag? Tuurlijk, ja. Ja. Heeft voor u ook gegolden de kwestie van het belastingvoordeel, de belastinggelden die je aan het eind van het jaar terugkrijgt als je voor het eind van het jaar trouwt? Nou, zoals ik gehoord heb, dat ik die woning kreeg, heb ik gezegd, nou, dat mooi zijn voor de belasting ook terug. Dus laten we direct met die datum vastzetten op december. Nou, dat is dus voornamelijk dus de belasting geweest. Dat ik vandaag op de ene laatste dag van het jaar dus in het huwelijk treed. En we konden dus verder dus een huisje krijgen, dus voorlopig eerst. En dus voor de komende 3 maanden en dan krijgen we dus een vaste woning.
Dus het kwam allemaal heel goed uit en het kon nog net. Was het erg moeilijk om op de agenda van het stadhuis nog een plaatsje voor het eind van het jaar te krijgen? Ontzettend moeilijk. Ja. Ontzettend moeilijk. Alles is vol. Ja. Zoals al algemeen al bekend is. Het is gewoon een race. Ja. Ik kan wel beter zeggen. Ja, een race waar u dan toch op uw manier ook een beetje meedoet. Ja. Verkeerscirculatieplan dat het einde moest maken. De ideeën van de ontwerper zijn thans uitgemond in. In deze grunnenroute besteedt u van ons aandacht. Het bakken van de stenen gaat op deze bedrijfjes in feite nog precies.